Blijkbaar is dit echt de plaats waar dat ze altijd zouden komen. En, al iets gezien? Nee, nog niet. Nog niet. Hoe lang staat u hier al? Ik sta hier nu ongeveer een uur. Een uur te wachten, maar nog niets te bekennen. De vaste bezoekers van de waterleiding Duinen weten precies wat je moet doen om hem op de foto te zetten. Nou, je rammelt met een plastic zakje en dan komt hij gewoon met je mee. Ze piepen. Precies op tijd komen ze gewoon zometeen naar de mensen toe. Nou, rond het middaguur komen ze altijd. En inderdaad, je kunt de klok erop gelijk zetten. Om 12 uur verscheen de eerste vos vandaag. We konden 4-5 meter bij hem vandaan komen. We hebben hem op de foto staan. Hij staat erop. Dus het zag er prachtig uit. Ja, het is gewoon schitterend. De eerste keren dat ik hem zag, dacht ik van wat loopt er? Er loopt een hond naast me. Maar dan moet je echt heel goed kijken van hey, verdraaid, het is een vos. Dus het is echt een belevenis. We konden er eigenlijk vlakbij komen. Ging lekker zitten. Ja. Ja. En poseren. Is die een beetje fotogeniek? Ja, zeker. Zeker en best. Het is een mooi beestje. Ja. En hij is niet de enige die dat vindt. In Mum van Tijd stond de hele weg vol. Een echte hype is het ook, hè? Het is hier hartstikke druk met de mensen. Ik zag vorige keer mensen uit Vlaanderen zelfs, uit België. Ja, die komen er echt voor. Het is zo bekend dat hier de vossen lopen. Dus dat is gewoon, komen een heleboel mensen op af. Ja, maar dat is tegenwoordig geloof ik met alles. Dat iedereen duikt boven op één ding. Dus daar doen we even vrolijk aan mee. De vossen worden zo tam omdat mensen ze stiekem voeren. Dat is geen goed idee. Absoluut niet. Nee, deze nooit doen. Gewoon wild te zijn en die moet je niet voeren. Nee. Nee. Eigenlijk moet je ervoor ze gewoon in de natuur zijn gang laten gaan. Want het jachtinstinct gaat achteruit van die beestjes.